Belofte maakt schuld. In de maatschappelijke perceptie is er een enorme woningmarktcrisis. Als je gaat kijken naar wat mensen beschouwen als het grootste maatschappelijk probleem, dan figureert de woningmarkt daar hoog op dat urgentielijstje. En de politieke belofte is eigenlijk zoiets, we gaan dat probleem oplossen. Wonen wordt weer goedkoper. En mijn claim vandaag zal zijn, die belofte zal niet worden ingelost. Ik vind ook, soms, ik moet vriendelijk zijn over mijn vakgenoten, maar ik vind dat ook zij af en toe tekortschieten. Er wordt te veel beloofd dat we dat probleem gaan oplossen. En ik denk dat daar die belofte niet zal kunnen worden waargemaakt. Nou, dat volgt mij. Ik los de crisis op de woningmarkt op. Eureka, ik heb het gevonden. Laat me een aantal voorbeelden geven van redeneringen die zowel onder wetenschappers, maar ook daarna door politici worden overgenomen, waarvan ik betwijfel of die altijd goed houdbaar zijn. Bijvoorbeeld het probleem. Hypotheken drijven de woningprijzen op. Omdat iedereen hypotheek kan krijgen, worden die woningprijzen steeds hoger. Dus we kunnen beter de hypotheken wat minder ruim beschikbaar maken. Dan zijn de woningprijzen minder hoog. Dus de oplossing is verlaag de hypotheeknormen, wat vooral na de kredietcrisis een enorme rol speelde. Maar als je er ook aan nadenkt wat deze oplossing eigenlijk betekent, dit betekent dat we de groep mensen die geen eigen geld heeft, uitsluiten van de woningmarkt. En vanzelfsprekend, als je een groep mensen die graag wil wonen, de toegang tot de woningmarkt ontzegt, dan is er voor de resterende groep zijn er meer woningen beschikbaar en worden dus woningprijzen lager. Maar of dat nou echt een wenselijke oplossing van het probleem is, of dat echt het probleem oplost, of dat je gewoon sommige mensen per voet bij voorbaat uitsluit, dat is natuurlijk maar helemaal de vraag. Een bekende redenering tegenwoordig is dat beleggers onttrekken woningen voor financieel gewin. Ze onttrekken woningen aan de woningmarkt door ze te gaan verhuren. En de oplossing is dan natuurlijk om een zelfbewoningsplicht in te voeren. Je mag niet een huis kopen om het vervolgens te gaan verhuren. Ga daarover nadenken wat je nou eigenlijk zegt als je deze redenering volgt. Dan zeg je dus eigenlijk dat alleen eigenaren bewoners mogen wonen. En dat als iemand kapitaal beschikbaar stelt, zodat een huurder die geen kapitaal heeft erin kan wonen, dat dat niet toegestaan is. Dus eigenlijk sluiten we opnieuw mensen zonder eigen geld daarmee uit van de woningmarkt. En bovendien, die beleggers die delen de woning op in kleinere eenheden en vragen dan schandalig hoge huur. Nou, wat er is ook een oplossing voor. Huurregulering. Belasting op huurinkomsten. Of het verbieden van splitsing. Terwijl natuurlijk eigenlijk de vraag die je als econoom zou moeten stellen is, ja, hoe komt het dat die beleggers zulke hoge huren kunnen vragen voor kleinere woningen, met name in universiteitssteden? Wel, dat is heel simpel, omdat er een schreeuwende behoefte is aan huisvesting voor studenten. En op het moment dat wij dat dus met huurregulering en splitsingsverboden en zelfbewoningsplichten onmogelijk maken, betekent feitelijk dat je deze groep mensen uitsluit van de woningmarkt. En bovendien, buitenlandse investeerders profiteren van de krapte op de Nederlandse woningmarkt. Zij bieden op die woningen en profiteren daarvan door die woningen voor veel geld te verhuren aan expats. De Volkskrant kwamen allemaal dat soort fantastische verhalen voor over wat er gebeurde in buurten in Amsterdam. En de oplossing is dan bijvoorbeeld een verbod op tijdelijke verhuur of het verbod de zelfbewoningsplicht helpt hier opnieuw. Allemaal dat soort maatregelen die feitelijk buitenlandse investeerders van de woningmarkt proberen te verdrijven. Maar bedenk goed dat buitenlandse investeerders bijdragen aan risicodiversificatie. En daarmee het risico op de woningmarkt beter draagbaar maken. En daarmee opnieuw eigenlijk bijdragen aan het soepel functioneren van de woningmarkt. Dus wat je hier ziet is een hele serie beloften die eigenlijk niet zo heel makkelijk kan worden waargemaakt. Of in ieder geval waar de oplossing een deeloplossing is. Waarmee die vooral wordt opgelost door anderen buiten te sluiten. En de uitgangspunt hier vaak is de gedachte, de invalshoek op de woningmarkt. Wonen is een recht. Dat is een heel mooi uitgangspunt. Maar ook rechten moeten worden betaald. Ofwel privaat. Via huur of via hypotheekrente die betaald wordt. Ofwel publiek, via belastingsubsidies.
Maar mijn inschatting, mijn stelling is eigenlijk dat er weinig publiek geld beschikbaar zal zijn en dat het dus privaat zal moeten gebeuren. De woningvoorraad is pak een beetje 50% van de Nederlandse kapitaalgoederenvoorraad. Dus een perspectief vanuit de kapitaalmarkt is cruciaal als je na wil denken over de toekomst van de woningmarkt. Ik heb al twee vragen. Heel goed, heel goed. En volgens mij sluit het ook heel mooi aan, zeker de eerste vraag bij het laatste punt wat je maakt. Dus vraag 1, waarom gaan we dan als overheid niet zelf woningen bouwen, dan wel verhuren voor de onderkant van de markt? En vraag 2, beleggers bepalen de prijs, dat doet de markt toch? Beleggers bepalen niet de prijs, dat doet de markt toch? Dus het eerste over waarom gaat de overheid niet zelf woningen bouwen, dat sluit eigenlijk aan bij de zin die ik net zei. Ja, op een of andere woning is duur. Woningen zijn duur. En we kunnen ervoor kiezen om dat te betalen via private bijdragen, huren, hypotheekrente. Of we kunnen ervoor kiezen om dat te betalen via publieke bijdragen, subsidie. Het zelfbouwen van de overheid is dus eigenlijk wonen tot een publieke dienst verklaren. Dat maakt het niet goedkoper. Dat betekent dat wij als burgers op een andere manier gaan betalen voor wonen, namelijk via belastingheffing. Daar kun je van alles van vinden. Ik denk dat dat over het algemeen een slechte oplossing is. Dit is echt een markt en daar heeft markten, zoals we weten, vaak een enorme toegevoegde waarde. Er is behoefte aan overheidsingrijpen, maar het volledig aanbieden via belastingheffing is meestal een dure en inefficiënte oplossing. Dus dat is de reden waarom ik denk dat de overheid een belangrijke rol heeft te spelen op de woningmarkt. Maar eigenlijk minder geschikt als het aanbieden van woningen. En dat doen we eigenlijk ook helemaal niet meer. Ik bedoel, woningcorporaties beschouwen niet als overheid, als maar als semi-overheid. De tijd dat gemeenten nog een gemeentelijk woningbedrijf hadden, is ver achter ons. En ik zou die ook ver achter ons willen laten. Beleggers betalen niet de prijs. Er is een markt inderdaad. Dus eigenlijk alle dingen die ik zeg, zijn dingen die precies daarover gaan. Wat je doet door hypotheeknormen bijvoorbeeld aan te passen, is dat je sommige groepen uitsluit van de woningmarkt. Ja, dan verschuif je vraag en aanbod en veranderen daardoor de prijzen. Beleggers en huurders en kopers volgen marktprijzen. Iets anders kunnen ze niet doen. Ze kunnen ze niet naar hun hand zetten. Tenzij ze een monopolist zijn, maar dat is op de woningmarkt, komt dat toch niet zo heel veel voor. Heb ik daarmee de vraag? Goed, met excuus voor de onderbreking. Even een paar dingen die in Nederland altijd wat onderbelicht blijven, vreemd genoeg. Of misschien weet iedereen het, maar we stoppen het altijd heel ver weg in onze gedachten. Wij spreken over een woningmarktcrisis, maar die crisis is er feitelijk niet. Of in ieder geval, ja, die is er misschien wel, maar woningen zijn in Nederland niet duur vergeleken met andere landen. Dit is een instructief overzichtje van woningprijzen in andere grote steden in Nederland, in Europa. En ja, je ziet dat Amsterdam daar helemaal niet exceptioneel hoog is. Je moet denken dat Nederland een van de rijkste landen van, of misschien wel na Ierland geloof ik, het rijkste land, na Ierland en Luxemburg en Zwitserland, het rijkste land van Europa is. En vanuit dat perspectief staan wij dus helemaal niet erg hoog. Amsterdam als hoofdstad staat op plaats 13. En er zijn allemaal plaatsen als Helsinki, Milaan, Stockholm, München. Steden waarvan je toch niet denkt dat die exceptioneel duur zouden zijn, maar die toch allemaal hogere woningprijzen hebben als in Amsterdam. Ook het idee dat de huizenprijzen in Nederland heel sterk zijn gestegen sinds 2000, vindt niet per se steun in de feiten. Hier in dit tabelletje geef ik allerlei cijfers weer. Kijk naar de eerste regel, daar zie je de woningprijsstijging van 2000 tot 2020. Dat is 94%. Nou lijkt dat heel veel, maar dat moet je natuurlijk afzetten tegen de inflatie. Dat zie je onder de tabel, die is ongeveer 43% geweest over die periode. Maar dat is niet het enige wat er veranderd is. Er is ook sprake van een enorme rentedaling. In vastgoed is dat de handige manier om over na te denken als het over het bruto aanvangsrendement, zeg maar de huur als percentage van de waarde van de woning. En een daling van de rente leidt natuurlijk tot een lager bruto aanvangsrendement. Dus bij een gelijke waarde van de woningdienst stijgt dan de waarde van het huis. Nou, ik denk als je
in de vastgoedsector rond gaat vragen, dan lijkt een redelijke schatting dat dat bruto aanvangsrendement gedaald is van 6% in 2000 naar 4% in 2020. Wat leidt tot zeg maar 50% extra stijging van de woningprijzen. Als je die twee factoren bij elkaar neemt, dan zou je verwachten dat de woningprijzen in Nederland zeg maar met 115% gestegen zijn sinds 2000. Dus dat is minder dan die 94 die we daar hebben staan. Nou, dat is één factor. Als je dan vervolgens wat gaat uitsplitsen naar verschillende regio's, dan zie je enorme verschillen. Dan zie je eigenlijk dat de grote steden in Nederland veel hogere stijging van de woningprijzen hebben gehad dan het gemiddelde in Nederland. En dan zie je met name de regio Amsterdam heeft een hele forse stijging gekend. Amsterdam zelf met 130% zeg maar. Maar zelfs Almere, wat jarenlang toch een beperkte stijging van de huizenprijzen had, zie je nu dat toch bovengemiddeld stijgt. Maar dat geldt nog veel sterker voor steden als Rotterdam en Den Haag. Alhoewel die allebei van een veel lager uitgangsniveau komt. Dat uitgangsniveau zie je in de derde kolom waar je woningprijzen ziet staan. De gemiddelde woningprijs per vierkante meter is zeg maar 3000 euro in Rotterdam en Den Haag. Of iets 3900 geloof ik. En je kunt dat wel begrijpen. En dat is belangrijk als je over de woningmarkt om dat in je achterhoofd te hebben. In de derde kolom zie je dan vervolgens de stijging van de bevolking tussen 2000 en 2020. Die is in Nederland gemiddeld zo'n 10%. Maar je ziet bijvoorbeeld dat in de agglomeratie Amsterdam die bevolkingsstijging twee keer zo hoog is, zeg maar 20%. Dat maakt natuurlijk veel uit. Er is veel druk op de Amsterdamse woningmarkt. En dat is niet alleen de stad Amsterdam zelf, dat is de hele regio. Je ziet dus ook enorme overkookeffecten van de Amsterdamse woningmarkt op de omliggende gemeentes zoals Amstelveen, Haarlem en ook Almere. Rotterdam heeft wat dat betreft een veel kleinere stijging van zijn bevolking gekend. Maar ook Den Haag, Utrecht en Groningen hebben hele scherpe stijgingen van hun bevolking gekend. En dat hangt dus nauw samen met die hoge prijsstijging die je in de steden ziet. Die prijsstijging houdt ook verband met het aantal hoger opgeleiden. Je ziet gemiddeld in Nederland is dat zo'n 30%. Terwijl al die grote steden die ik noem, met uitzondering van Rotterdam en Almere, zie je dat die woningprijsstijging, dat aantal hoger opgeleiden eigenlijk veel hoger is dan gemiddeld. Dus het is juist die trend van het toenemende aantal hoger opgeleiden die zich om allerlei praktische, economische en redenen graag in een grote stad vestigen. Dat is de grote kracht die de woningmarkt in Nederland dreigt. Ik zeg wel eens, er is een volksverhuizing gaande in Nederland, waarbij mensen van het platteland bewegen naar de stad. En dat zijn met name de hoger opgeleiden die naar de stad bewegen. En die tegenstelling tussen stad en platteland speelt een hele grote rol. Goed. Ja? Ik heb nog een vraag binnengekregen die nog sloeg op een eerder punt dat je maakte over de inzet van overheidsgeld. Sluit hier iets minder bij aan, maar ik denk dat dat wel goed moet komen. Ik ben benieuwd hoe meneer Teulings kijkt naar de effectiviteit van het woningbouwimpulsprogramma, WBI. De Rekenkamer is kritisch, echter de gemeentes die wel WBI-subsidies hebben ontvangen zijn significant meer gegroeid in het aantal uitgegeven bouwvergunningen dan vergelijkbare gemeentes die geen WBI-subsidie hebben ontvangen. Zou het kunnen zijn dat overheidsgeld wel kan bijdragen om procedures te versnellen en daardoor capaciteit vrij te spelen bij stakeholders? Dit is een heel ingewikkeld onderwerp. Er zijn twee soorten dingen over te zeggen. De ene is, uitstel is soms ook goed. Dat klinkt heel vreemd. Alles onmiddellijk volbouwen, omdat we denken dat er een enorme woningmarktcrisis is, heeft ook grote kosten met zich mee. Namelijk wat je nu volbouwt, kun je morgen niet meer volbouwen. En wie weet zou je morgen anders of in hogere dichtheid willen bouwen. Zeker in de omgeving van snel groeiende steden, en dat is met name Amsterdam en Utrecht, moet je voorzichtig zijn met het nu snel volbouwen, omdat je denkt dat je nu een groot probleem hebt. Want morgen zou het probleem nog wel eens groter kunnen zijn en zou je dus een nog hogere dichtheid willen bouwen. Dat is één aspect. Dus of snel bouwen altijd goed is. Het sluit aan bij de verleiding van Hugo de Jonge. Daadkracht, ik wil snel iets doen. Maar of dat praktisch altijd goed is. Projectontwikkelaars die denken, ik kijk nog even de kat uit de boom. Dat is helemaal niet verkeerd. Het oude beleid om het groene hart groen te houden, zou ook wel eigenlijk best goed kunnen zijn. Dat is een discussie die ik wat wil laten rusten, maar die op de achtergrond speelt. En vanzelfsprekend geldt verder, ja, dingen die je subsidieert, gebeuren meer.
Dus als de overheid woningbouw gaat subsidiëren, ja, dan wordt er meer woningbouw gebouwd. Daar is geen enkele twijfel over. Dus in die zin ben ik niet verrast dat gemeentes die van de WBI-gelden hebben kunnen profiteren, dat die meer zijn gaan bouwen. Dus dat klopt. Dat kan. Kost belastinggeld. En de vraag is of belastinggeld goed besteed is. Dat is eigenlijk mijn korte samenvatting. Ik hoop dat ik daarmee de vraag beantwoord heb. Ja, helder. Ik heb zelf nog een andere vraag die meer op deze slide slaat. Ja. Dus je ziet dat in de geschiedenis, zie je dat steden, hè, vooral sterk zijn gestegen, omdat daar de voorkeur lag, met name van hoger opgeleide mensen. Je hoort ook wel eens stemmen opgaan dat sinds COVID die voorkeuren misschien zouden zijn veranderd. Wat is jouw blik daarop? Grote scepsis. Ik denk dat tijdens COVID, bedoel, niemand kan ontkennen dat vakantiewoningen veel duurder zijn geworden tijdens COVID. Maar vandaag stond er, ik weet niet waar ik het gelezen heb, ik geloof in de Financial Times, maar het kan ook wel in een Nederlandse krant zijn geweest, dat bijvoorbeeld de woningmarkt in New York weer helemaal overkoopt. Nou, New York is een stad die zwaar door COVID is getroffen, waar mensen allemaal weggevlucht zijn. En je ziet nu dat die woningmarkt weer volstrekt booming is. We zien nu in Nederland, denk ik, dat eigenlijk met spanning op de woningmarkt het eerder wat minder wordt dan wat meer, zou ik denken. Waarbij de rentestijging natuurlijk een belangrijke rol speelt. Dus het zou best kunnen dat de Nederlandse woningmarkt wat gaan ontspannen. Maar ik denk niet dat dat ligt aan de naweeën van COVID. Ik zou denken dat de populariteit van de stad ongekend is en blijft bestaan. Mijn inschatting is dat de COVID-golf een tijdelijke interruptie is geweest die de trend niet echt wezenlijk verandert. Dit kaartje kent iedereen. Dit is de hoofdstad. Ja, je ziet hier de woningprijzen. Die paarse lijn die ik erin getekend heb, dat is de ringweg A10. En je ziet eigenlijk dat binnen de ring A10 je, behalve in Noord, nauwelijks meer woningprijzen hebt van beneden de 6.000 euro per meter. Dat is heel erg belangrijk. En waarom laat ik dit kaartje zien? Iedereen kent het eigenlijk, iedereen weet hoe dat zit. Maar dit is een heel belangrijk probleem als je denkt, ja, ik ga dit oplossen met heel veel extra aanbod. Ik denk dat er bijgebouwd moet worden, daarover geen misverstand. Maar ik denk niet dat dat het beeld van de woningmarkt wezenlijk zal veranderen. Veel gehoorde reacties, bijbouwen, grote aanbod, dan gaan de prijzen dalen. Maar je ziet hier dat juist waar de vraag het hoogst is, het centrum van Amsterdam. Ja, daar is bouwen heel moeilijk, want daar is de ruimte. Ja, de ruimte is vol zo ongeveer. Dat is niet helemaal waar, maar wel bijna vol. Bijbouwen moet je doen aan de stadsrand. Er gebeurt natuurlijk heel veel in Amsterdam-Noord. Er zijn wel andere plekken waar bijgebouwd kan worden. Je kunt ook denken aan bijbouwen boven de ring A10. Landelijk Noord. Nou, er zijn allemaal mogelijkheden. Maar daar is eigenlijk, daar is de vraag veel minder. En lagere woningprijzen maken dus eigenlijk bouwen aan die randen minder aantrekkelijk. Dus daar speelt iets wat in economie bekend staat, de stop and skew. Je bouwt bij tot het moment dat de bouwkosten plus de prijs van de grond evenveel zijn als de waarde die je voor die woning kunt krijgen, wat je voor die woning op de markt kunt krijgen. Dus lagere woningprijzen remmen in zekere zin, of nee, niet in zekere zin, remmen de nieuwbouw. Je ziet ook in dit verband een typische reactie van, laten we zeggen, het gemeentebestuur van Amsterdam. Die willen een groot aandeel, zeggen een groot gebrek aan goedkope woningen in het centrum van Amsterdam. Ja, dat klopt. Dus we gaan dat aanbod vergroten. Vaak via dwang, of in ieder geval verleiding van beleggers. Nou, laat ik het maar dwang noemen. Ik bedoel, iemand die in Amsterdam wil bouwen, moet met een plan komen. En in het plan moet dan zoveel % sociale huurwoningen zitten. Dat gaat natuurlijk ten koste van iets anders, want een belegger doet dat alleen als hij daarvoor iets anders terug kan krijgen. Dus dat kost feitelijk ook geld. En vanzelfsprekend voor die goedkope woningen bestaan wachtlijsten. Want iedereen wil wel graag in zo'n goedkope woning in het centrum van Amsterdam wonen. En bovendien geven we dan vaak, is het ook nog populair om na te denken over een koopkracht voor die huurders. Die huren dan die woning en hebben dan, omdat het zo voor hun aantrekkelijk is, hebben het recht om die woning laten te kopen. Dat is ook een populaire gedachte. Als je er dus goed over na gaat denken wat daar het gevolg is, dat is eigenlijk een soort loterij. Want die woningen worden dan verkocht voor prijzen die vaak een ton zijn onder hun marktwaarde.
Dus je bent eigenlijk een loterij met een prijzenrad van een ton aan het organiseren. En onder wie? Onder mensen die graag in het stadshart van Amsterdam willen wonen. Dat zijn vaak hoger opgeleide mensen, hebben we net gezien. Is dat nou echt het beleid wat wij vanuit sociale oogpunten in Nederland willen voeren? Dat is denk ik een vraag die als beleidsmakers moet stellen, ook als gemeentebestuur van Amsterdam. Maar je kunt dan ook vanuit deze gedachte kijken naar wat zijn nou haalbare huurniveaus in Amsterdam. Neem een prijs per vierkante meter van 6.000, wat dus eigenlijk zo'n beetje het minimum is binnen de ring A10. 10.000 komt ook voor. Nou, dan kun je met dat bruto aanvangsrendement, het huurrendement van 4%, kun je uitrekenen wat de jaarhuur ongeveer mag zijn per vierkante meter. Dat is 240 in het geval van 6.000 en 400 in het geval van 10.000 per vierkante meter. En dan kun je dus ook uitrekenen hoeveel je voor een maandhuur van €750 normaal zou kunnen aanbieden. En dat gaat zo van 38 tot 23 vierkante meter, een beetje afhankelijk van de prijs per vierkante meter die je denkt dat er bestaat. En vanzelfsprekend bij maandhuur van 1500 wordt het dan wat groter. Maar dat betekent eigenlijk dat gewoon puur vanuit de koopkracht van mensen die graag in Amsterdam willen wonen, je kunt reconstrueren dat als dat een beetje marktconform moet, dat er een enorme behoefte is aan kleine woningen in Amsterdam. En dat is vaak precies tegengesteld aan wat beleidsmakers zeggen. Die zeggen dat er tekorten zijn grote woningen in Amsterdam. Ik vergelijk het in een discussie met Aart-Jan de Geus, oude minister van Sociale Zaken. Die zei, ja, er is in Parijs is er een enorme markt voor appartementen op de boulevard Haussmann. Van zeg 30 vierkante meter op de 6e verdieping. Zonder lift. Mensen komen uitgeput boven. Ik heb vele mensen die dat jaren gedaan hebben. En het gekke is dat wij denken dat dit in Amsterdam niet hoort. Nou, ik denk dat dat echt gewoon een mindswitch van ons vraagt. Denken dat we dat probleem kunnen oplossen is een illusie. Dus de conclusie eigenlijk is er wel echt het marktfalen. Gaat er wel echt iets fout in de productie van woondiensten? Voelt het al. Mijn claim is dat dat misschien wel eens mee zou kunnen vallen. Dus echter, zal ik betogen in het vervolg één grote uitzondering. Eén ding waar er echt iets fundamenteel mis is op de woningmarkt, wat we eigenlijk zouden moeten adresseren. En dat is het probleem dat wij huren benadelen ten opzichte van kopen. Iedereen denkt daar altijd over in termen van de hypotheekrenteaftrek. En ik denk eigenlijk dat dat een minder belangrijke probleem is. Zeker in de afgelopen jaren met die hele lage hypotheekrenteaftrek en dus een relatief beperkte, hele lage hypotheekrente en dus een relatief beperkte aftrek. Maar laten we nou proberen een eerlijke vergelijking te maken tussen de voor- en nadelen van huren en kopen. En dan de makkelijke manier om dat te doen, het is eigenlijk vrij ingewikkeld om dat goed te doen, is naar iemand te kijken die zegt, pak een beetje 2 ton eigen geld heeft. En één mogelijkheid is, hij koopt voor die 2 ton een eigen huis. Nou, hoeveel belasting betaalt die persoon dan? Nou, die betaalt dan 37% inkomstenbelasting over 0,5% eigen woning. Voor mij is 0,2% van de waarde van de woning, ieder jaar. Nou, vergelijk dat nu met iemand die iets anders doet. Die huurt een vergelijkbaar huis. En die heeft dan 2 ton over en voor de 2 ton koopt hij een huis wat hij verhuurt. En dan heb je eigenlijk precies dezelfde constructie, even groot beroep op de woningmarkt. Alleen in het ene geval huur ik het ene huis en gebruik ik mijn geld om te verhuren. En in het andere geval koop ik meteen van mijn geld een huis. Je kunt zeggen, ja, je bent gek als je niet je eigen huis koopt in plaats daarvan een huis koopt om te verhuren. Maar voor de vergelijking is dit een goede manier om naar te kijken. Nou, hoeveel belasting betaalt die persoon die huurt en vervolgens zijn geld belegt in een huis wat hij verhuurt? Je betaalt niks over die huur, dat is allemaal vrij. Maar over dat huurhuis, daar betaalt hij 31% inkomstenbelasting over 4,4% forfaitaire rendementsheffing. Dat is 1,4% van de waarde van de woning per jaar. En dit allemaal voor de uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing. We weten niet precies wat er nu gaat gebeuren. Mijn vermoeden is dat het alleen maar erger gaat worden. Wij willen dat mensen die alleen maar inveilig bij een bank beleggen, dat die minder vermogensrendementsheffing gaan betalen. En dat we dat terug gaan halen door de vermogensrendementsheffing op andere categorieën te verscherpen. Dus ik denk dat het alleen maar erger gaat worden. Nou, vergelijk die twee, 0,2% of 1,4%. Dan betaal je dus als huurder en verhuurder gecombineerd 1,2% meer dan de koper.
En dan zeg je, wat is daar 1,2%? Maar je moet dat afzetten tegen dat huurrendement, tegen de huur. En nou, het huurrendement is 4%, bruto aanvangsrendement. 1,2% daarvan is 30%. Dus huren wordt 30% duurder, puur door het effect van de belastingheffing. Door het feit dat eigenlijk de eigen woning niet in box 3 zit, of maar beperkt in box 3 zit, terwijl het huurhuis wel in box 3 zit. Nou, dat maakt verhuren een stuk duurder. En dan kunt u zeggen, ja, dat is omdat u hier twee privépersonen vergelijkt. Die bestaan overigens. Er zijn natuurlijk veel mensen in mijn omgeving. Iemands moeder overleed. En die erfde haar woning. En die zei, weet je wat, ik ga hem verhuren. Nou, dat is eigenlijk precies deze constructie. Dan kom je in deze vergelijking terug. Maar er zijn ook beleggers die dat doen. Maar ja, die beleggers, ja, iemand moet die aandelen van die beleggers kopen. En dat zijn dan vaak ook weer privépersonen, die privépersonen ook weer in box 3 vallen. Dus steeds geldt dat verhuren eigenlijk onder box 3 valt. En dat eigen woning zit niet onder box 3 valt. En daar geldt de analogie met de fiscale beleggingsinstelling. Ik zal er nu niet op ingaan, maar misschien kan ik dat straks vragen over. Dus eigenlijk is de boodschap hier, je moet integraal denken. Je moet denken over vraag en aanbod. Nou. De vraag is dan, hoe zijn we hier terechtgekomen? Hoe is de politiek in deze situatie terechtgekomen dat huren zozeer wordt benaderd ten opzichte van kopen? En bedenk goed, huren, dat is vaak de onderkant van de samenleving. Ik bedoel, de bovenkant heeft eigen geld en kan dus kopen. De onderkant heeft geen eigen geld en kan dus niet kopen. Dat is op zich een begrijpelijke uitkomst. Maar in een samenleving die zegt dat de zwaarste lasten de zwaarste schouders moeten dragen, is dat vreemd dat wij kopen, bevoordelen en huren benadelen. Hoe is dat ontstaan? Nou, dat is eigenlijk een hele gekke historie. De hypotheekrenteaftrek is ouder dan dit, maar is sterk gevoeld in de bezitsvormingsgedachte die door de KVP in dat tijd onder Norbert Snelser naar voren is gebracht. Dus daar is sterk de gedachte, we willen dat mensen hun eigen woning bezitten. Dat ze een vermogen hebben. Wat op zich best een begrijpelijke gedachte is. Maar ja, dan zijn die huren worden benadeeld en dat hebben we eigenlijk opgelost via woningcorporaties. Die konden hun woningen financieren met winst uit het verleden en die waren vrijgesteld voor vermogensbelasting. Dus via allerlei wegen waren er wat impliciete subsidies, er waren overheidsgaranties waardoor er geen risicopremie hoefde te worden betaald. Nou, dat maakte allemaal dat je eigenlijk het huren via de weg van de woningcorporaties redelijk kon, op gelijke manier kon behandelen als eigen woningbezit. Maar in de jaren begin van deze eeuw, iedereen herinnert zich nog wel, waren er alle woningcorporaties schandalen. Dat ging van goed bedoeld, een corporatie in Rotterdam die een stoomschip kocht en dat wilde verbouwen voor mooie doeleinden, wat dan vervolgens veel te duur was, omdat dat nou helemaal niet hun core business is. Tot mensen die openlijk fraude doen, weet je, allemaal de Vestia-affaire, waar van alles is misgegaan, wat het daglicht van de wet niet kan verdragen. En in feite is toen, ja, op aandrang van de VVD, woningcorporatie is natuurlijk een speeltuin van de PvdA, en de VVD wil niet graag pesten, is er een soort level playing field ontstaan tussen corporaties. En ik denk eigenlijk dat dat goed is. Dat corporaties goede instellingen kunnen goed functioneren, maar dat er concurrentie is met private verhuurders, private projectontwikkelaars, dat lijkt me goed. En dat is gedaan door die verhuurdersheffing in te voeren, waardoor feitelijk corporaties en verhuurders in een min of meer vergelijkbare situatie. Dus dat is op zich begrijpelijk. Tegelijkertijd is toen ook de villabelasting ingevoerd voor woningen van meer dan 1 miljoen. En dat is eigenlijk heel interessant. Dat is tussen neus en lippen doorgegaan. Het ministerie van Financiën heeft een slimme ambtenaar dat bedacht. Dat als je het eigen woningforfait namelijk genoeg optrekt, dat je feitelijk het eigen huis in box 3 hebt. En in feite de villabelasting is een eigen woningforfait wat zo hoog is, dat feitelijk een eigen huis in box 3 zit. Dus dat lost het probleem op voor villa's. Maar ja, villa's, dat is maar een kleine minderheid van de huizen. Voor de grote groep van normale huizen, huizen van minder dan 1 miljoen, is het probleem niet opgelost. Koen? Ja? Ik heb een vraag. Waarom ligt in de politiek te focussen op de prijs? Hoge woningprijzen en huren zijn toch niet het probleem? Schaarste is toch het probleem en de hoge prijzen het gevolg? Ja, dat klopt. Maar hoe los je schaarste op? Door nieuw te bouwen. Nieuwbouw kost geld.
Dus met andere woorden, op een of andere manier moet je van de waarde van de woning, van de kosten om een nieuwe woning te creëren, moet je naar de prijs toe. En die twee dingen moeten op elkaar afgestemd zijn. En dus aan de rand liggen die dingen aan elkaar. Dat is eigenlijk net het verhaal dat ik over Amsterdam vertel. Aan de grenzen van Amsterdam kun je best bouwen. Maar ik kom heel veel projectontwikkelaars tegen die eigenlijk in Amsterdam niet willen bouwen. Omdat ze vinden dat ze daar onvoldoende aan kunnen verdienen. Nou, daar zie je dat probleem. Dus je, op een of andere manier moet je met de kapitaalmarktrestricties rekening houden. Ik hoop dat dit de vraag beantwoordt. Ik denk het wel. Ja? Oké. Okay. Oh, ik heb, er komt net, as we speak, nog een vraag binnen. Dus die ga ik meteen oppakken. Vanuit de sector komt vaak terug dat projecten vastkomen te zitten door arbeidstekorten bij gemeentes, ontwikkelaars en adviseurs om het vergunningsproces voldoende vlot en kundig te doorlopen. En hoe langer processen duren, hoe duurder de overheid, hoe groter de kans dat een mooi project alsnog niet haalbaar wordt. Moet je met een economenbril zou je wellicht zeggen dat de transactiekosten te hoog zijn. Zou de overheid daar niet iets aan kunnen of moeten doen? Nou, de overheid moet zeker transactiekosten zo ver mogelijk verminderen. Dus voor zover die vergunningsprocedure het gevolg zijn van capaciteitsproblemen bij gemeenten, of het gevolg zijn van juridische eindeloze beroepsprocedures, dat komen we ook voor. Alles wat we kunnen doen om voor een goede rechtsgang te zorgen, maar ook een snelle rechtsgang is goed. Alles wat je kunt doen om voor een snelle vergunningsprocedure te zorgen, is ook goed. Aan de andere kant heb ik ook gezegd dat het soms goed is om woningprojecten uit te stellen. En het merkwaardige is dat het soms zelfs, ook als een projectontwikkelaar zou willen bouwen, het soms toch nog goed is om even te wachten. Of in ieder geval tegen de projectontwikkelaar te zeggen, om minimumnormen te stellen aan de dichtheid. En dat leidt ook wel eens tot gedoe. Ik denk dat waar veel winst zou kunnen worden geboekt, met name in Amsterdam, is Amsterdam wil heel graag goedkoop bouwen in het centrum en zet dan druk op projectontwikkelaars. En ik denk niet dat dat altijd verstandig is. Ik denk dat het beter is. Ik denk dat gewoon Amsterdam heel veel huurwoningen heeft en dat je nooit zal kunnen voldoen aan de massale vraag naar goedkope huurwoningen in Amsterdam. Simpelweg omdat iedereen in het hartje van Amsterdam bewoont. Niet iedereen, maar veel meer mensen dan er wonen. Ik voel mee met deze gedachte. Transactiekosten moeten altijd zo laag mogelijk zijn. Er zijn gewoon reële problemen. Vergunningen zijn nodig. Maar maak het alsjeblieft zo makkelijk mogelijk. En tegelijkertijd zijn bestemmingsplanrestricties hebben ook een meerwaarde. Soms is het goed even te wachten en te denken, wat is nou het beste dat we hier kunnen doen? Ik hoop dat dit de vraag beantwoordt. Ja. Misschien nog een kleine diagnose ertussendoor. Dat valt me altijd heel erg op als je met mensen praat over huren versus kopen. Dat we eigenlijk iedereen willen laten kopen. En dat heeft eigenlijk met het volgende te maken. Kopen is eigenlijk goedkoper dan huren. Even los van het belastingvoordeel wat erop zit. Maar zelfs dan nog blijft dus het belastingvoordeel op kopen. Als je daarnaar kijkt, dan is het eigenlijk... Is het wel heel snel zo dat je denkt dat kopen goedkoper is? Van ja, wat betaal je nou? 2% hypotheekrente aftrekken, in ieder geval voor de rentestijging. Maar bovendien, ik zeg die plus de rentestijging, eigenlijk moet je zeggen mindere huizenprijsstijging. Want ja, huizen, denken we toch, zullen in de toekomst verder in waarde toenemen. Nou ja, dus eigenlijk door het te kopen, profiteer ik later van de waardestijging. En dan kun je eigenlijk nooit op tegen huren. Die redenering laat één heel belangrijk aspect buiten beschouwing. Wat dat is namelijk de risicopremie. Een risicopremie op vastgoed, wat zal het zijn? 2-4%. Heel moeilijk om dat goed uit te rekenen. Kopen is riskant. De prijzenontwikkeling, ja, we zeggen dat prijzen zullen stijgen, maar we weten het niet zeker. We hebben in het verleden 2 keer episodes in Nederland meegemaakt dat prijzen dramatisch zijn gedaald. En na 1977, van 77 tot 85, zijn de woningprijzen in Nederland gehalveerd. En na de kredietcrisis, na 2012 moet ik eigenlijk zeggen, of tussen 2012 en 2014, is er ook een kwart van de woningprijs afgegaan. Dus woningen zijn riskant. En juist de les die dan meteen na zo'n woningprijsdaling wordt getrokken, is: we moeten niet iedereen in hun eigen woning stoppen. Dat moeten we alleen doen met mensen die het risico kunnen dragen. Dus zonder eigen geld moet je niet willen kopen, moet je huren. En in zekere zin is dat
is dat risicopremie? Wie koopt, krijgt de risicopremie, omdat hij namelijk zijn eigen, inderdaad risico loopt. Nou, dat is een hele belangrijke factor. Er is een vraag, begrijp ik. Meer een kanttekening over de risico in de chat. Als je eenmaal een koopwoning hebt, dan is de prijsontwikkeling geen risico meer. Want als je goedkoop verkoopt, koop je ook weer goedkoop terug. Ja, dat is waar tot het moment. Nou ja, ik bedoel, in 2013 dachten allerlei mensen er heel anders over. Bijvoorbeeld bij scheiding. Echt een gigantisch probleem. Echtscheidingen. Nou, we weten allemaal de drama's die er in die periode, toen woningen onder water stonden. Dan kun je niet scheiden. En dat geeft allemaal fantastische drama's. Dus je hebt gelijk, in zekere zin, verzeker jezelf tegen de toekomstige woningprijsstijging, waardoor je door een woning te bezitten, in ieder geval daarna gewoon een nieuwe woning kunt kopen. En als die dan daalt, nou, dan kun je ook goedkoper kopen. Maar er blijft toch wel risico zitten. En gewoon ook Europees, vanuit Europees toezicht, geredeneerd, de Nederlandse bank heeft dat in Nederland altijd bepleit. De 120% hypotheken die we vroeger hadden, ja, dat is eigenlijk veel te veel risico voor starters. Dat moet je mensen niet aandoen. En dan hebben mensen in de daling van de woningprijzen rond 2013 echt ook heel veel last van gehad. Iedereen kent voorbeelden in de omgeving die daar hebben flink die jarenlang feitelijk onder water gestaan heeft en niet voor of achteruit komt. Dus dat is de gedachte hier. Dus dit, ik noem het maar, omdat we heel veel in het beleid, als het ware, iedereen in een koophuis. Maar eigenlijk het zorgen voor een goed functionerend huursegment is buitengewoon belangrijk. Niet iedereen zal kunnen huren en zal kunnen kopen. Het is ook niet verstandig om iedereen in een koophuis te praten. Als je geen eigen geld hebt, dan is het onverstandig om zoveel risico op je te leggen. Er zijn tal van voorstellen die dat toch dan proberen in. Die zeggen geen risico, maar wel profiteren van de prijsstijging. Dat kan dus niet. Die risicopremie is precies dat. En daar zie je regelmatig de kwadratuur van een cirkel worden beargumenteerd. Dat is niet denken vanuit de kapitaalmarkt, waar dan nou eenmaal een risicopremie is. Dat is een onvermijdelijk gegeven. En hier nogmaals terugkomen op het punt wat ik in een van de allereerste slides maakte. Internationale spreiding van de investeringen in huurwoningen draagt bij aan de reductie, aan risicodiversificatie en reduceert daarmee het risico. Dus waar dan nog eens in de populaire mening is, wat doet een internationale belegger in potverdomme woningen in Amersfoort? Dat is Amersfoort, dus een provincieplaats, daar horen helemaal geen internationale beleggers. Dat is niet waar. Ik hoop dat mijn pensioenfonds, het ABP, niet alleen in Nederlandse woningen belegt, maar zijn beleggingen spreidt in woningen over de hele wereld. En op dezelfde manier moeten wij daaraan bijdragen, ook is het goed voor ons om daaraan bij te dragen, door ook buitenlandse partijen toe te staan in de Nederlandse woningvoorraad te investeren. Dat reduceert de risicopremie en maakt daardoor huurhuizen goedkoop. De kapitaal van huurhuizen goedkoop. Impact versus expat. Dit was iets wat tijdens de voorbereiding ontstond, deze zin. En dat ik even over één specifiek punt van de woningmarkt nog iets verder in wil gaan. Dat is, er zijn eigenlijk twee segmenten in de woningmarkt. Je hebt de sociale verhuurder of je hebt Prins Bernhard, om het maar even cru te zeggen. Dus hier zien we Prins Bernhard samen met Max Verstappen. Ik ben zelf niet zo'n racefan, alhoewel ik toe moet geven dat ik wel de samenvatting van de GP Zandvoort heb gezien. Ik heb dus helemaal niet per se iets voor Prins Bernhard, maar wat ik wil beargumenteren is dat er een enorme meerwaarde is van die twee segmenten. Je kunt eigenlijk het sociale verhuursegment niet goed laten functioneren zonder dat er een Prins Bernhard segment is. En de poging in Nederland om dat nu uit te bannen zijn contraproductief. Laten we eerst beide segmenten eens even langslopen. Eerst het impact beleggers. Impact staat eigenlijk voor, we willen een sociale impact hebben. Wij willen huisvesting doen met een sociaal doel. Dat klinkt heel nobel en daar vragen we ook een lage huur voor. Dan kunnen we afspraken maken over lage huren over een lange periode. Nou, we kennen allemaal van die dingen dat u als belegger krijgt u dan een afspraak met te maken met de gemeente Amsterdam en dan belooft u de huren. Dan maakt u eigenlijk een lange termijn afspraak met die huren en dan is de bruto aanvangsrendement niet 4%, maar 3% of soms zelfs lager. Dan krijg je mensen die daar komen wonen en die wonen in een relatief goedkope woning, dus die gaan nooit meer weg.
Dat is gunstig. Dat betekent dat je geen zorgen hoeft te maken over leegstand. Je weet vrij zeker dat je stabiele huurinkomsten hebt. En dus zijn de risico's lager. En die lage risico's rechtvaardigen ook een lager bruto aanvangsrendement. Dat betekent wel dat er voor die woningen lange wachttijden zijn. Want er zijn natuurlijk veel huurders die die woningen willen kopen. En die lange wachttijden zijn ook belangrijk voor die verhuurder. Want dat wil je. Nou, zodra die woning leeg komt, kan ik meteen iemand vinden die erin gaat. En als er iemand erin zit, gaat hij ook niet snel weg. Dus ik heb niet al die kosten hoef ik maken om een nieuwe huurder te zoeken. Expat-verhuurders, de verhuurders die verhuren voor het expat-segment, studenten zitten eigenlijk ook in dat segment. Die hebben te maken met een hoog verloop. En dus met huurverlies. Een gemiddelde wisseling kost je snel 2 maanden. Een jaar en maand leegstand. En wat bemiddelingskosten. Nou, zoiets dergelijks. En bovendien een leegstandsrisico tijdens een recessie. Of in ieder geval het risico dat je dan genoegen moet nemen met een veel lagere huuropbrengst dan je in de jaren daarvoor had. En iedereen kan bij COVID. Ja, bij COVID had je vaak van die toestanden dat een expat je opbelde. Ik heb de huur opgezegd. Nou, kunt u dan even langskomen op kantoor? Nee, dat kan niet, want ik ben al weg. Ik zit al in New York. Dat soort situaties. Nou, het ligt voor de hand dat je voor zo'n soort verhuur eigenlijk heb je een hoger bruto aanvangsrendement nodig. Je moet die wisselkosten kunnen opvangen en bovendien is er een groter risico op je huuropbrengst. Dus daar is waarschijnlijk dat verschil tussen 3% en 4%. Daar kunnen we sociale verhuurders, verders huisjesmelkers te opplakken. Je kunt ook zeggen dat zijn twee verschillende segmenten in de woningmarkt en beide heb je nodig. Je kunt alleen maar een segment hebben dat goedkoop is met lange wachttijden. Als je tegelijkertijd een soort ventiel hebt, waar in tijden van hoge spanning mensen veel betalen om, ja, ze moeten nog ergens wonen en in die goedkope woningen, daar bestaat lange wachttijden voor. En die opvangen als er een recessie is en die dan moeten noodgedwongen door de markt afgedwongen moeten leven met een lagere huuropbrengst. Het is onproductief om dat expertsegment en die studenten van huur om de zeep te helpen. Dat is gevaarlijk. Dat segment vervult een belangrijke functie op de woningmarkt. En de dingen met het puntenstelsel die nu bedacht worden, of het puntenstelsel of een zelfbewoningsplicht, waarmee je feitelijk dit segment om de zeep helpt, dat is onverstandig. Nou, ik kom. Mag ik daar nog zelf een wat breder economische vraag over stellen? Want er wordt vaak gezegd dat bijvoorbeeld arbeidsmobiliteit zeer belangrijk is voor een goed functionerende economie. Ja. Door woningen dan verder te gaan reguleren, zou dat niet ook negatieve consequenties kunnen hebben voor de arbeidsmarkt? Dus dat je de mobiliteit daardoor bijvoorbeeld verlaagt op de woningmarkt en daarmee ook de mobiliteit op de arbeidsmarkt en daardoor de economie in den brede schaadt. Ja, dat is absoluut waar. Kijk, en dat speelt natuurlijk met name in Amsterdam. Waarschijnlijk ook in Eindhoven, met name Amsterdam en Eindhoven. De gemeente Eindhoven vindt zelf dat ze een zeer gespannen woningmarkt heeft. Maar als je gewoon gaat kijken, dan valt dat echt best wel mee vergeleken met Amsterdam en Utrecht. Maar in Amsterdam en Utrecht is er natuurlijk, met name in Amsterdam, een enorm segment van expats die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie. Er wordt gewoon heel veel geld verdiend in Amsterdam en daar profiteren we allemaal van, want er wordt belasting over betaald. Dus, en dat, ja, daarvoor is dit noodzakelijk. Dat kan alleen functioneren als mensen, als je hier komt werken en dan zeggen, ja, dan wil ik hier wonen, moet ik snel een huis kunnen vinden. Nou, dat kan redelijk. Maar als je dat segment om de zeep helpt, dan wordt het moeilijker om experts te krijgen, wordt het moeilijker om die trekfunctie die Amsterdam nu in de economie heeft, om die overeind te houden. Ik ben het helemaal mee eens. Voor een economie, een soepel functionerende economie, is zo'n segment met een ventiel heel belangrijk. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, weet ik veel wat, in Eindhoven werken of in, weet ik veel wat, Enschede werken en dan een baan in Amsterdam of Utrecht krijgen en niet onmiddellijk een huis kunnen vinden. In ieder geval niet onmiddellijk een huurhuis kunnen vinden in dat aantrekkelijke segment van sociale huurwoningen met een bruto aanvangsrendement van maar 3%. Nou, die moeten dan tijdelijk komen ze terecht in dat expertsegment. Dat vinden ze vreselijk, want dat is duur. Expats zijn wat dat betreft wat bereidwilliger, want die hebben natuurlijk ook tot inkomstenbelastingvoordeel voor expats. Nou, dan ben je tijdelijk in dat segment en dan ga je op zoek om in een sociale huurwoning terecht te komen. Zo gaat het natuurlijk. Nou, dat segment, dat ventielsegment is cruciaal om de woningmarkt goed te kunnen laten functioneren. Mensen moeten, zeg maar, standtepeden en huizen in Amsterdam kunnen vinden. Ja, dat is natuurlijk duur. Flexibiliteit kost, heeft een prijs. Maar het is wel belangrijk om de economie te kunnen laten functioneren. Nou, tot zover mijn diagnose. Dan komt natuurlijk de vraag, wat gaat er nu gebeuren? Oh nee,
Maar nog eentje over wat te doen. Ja, wat te doen? Wat zou er nou moeten gebeuren? Wat zou de politiek moeten doen in deze situatie? Nou, en daar is denk ik dus vanuit mijn diagnose één ding waar de politiek echt een hele belangrijke rol zou kunnen spelen, is de gelijkschakeling van huren en kopen. Nu wordt huren benadeeld en dat is vanuit sociaal oogpunt en vanuit doelmatigheid oogpunt eigenlijk ongewenst. Je wil niet dat lage inkomens relatief meer kwijt zijn aan huisvesting, en dat is in Nederland echt het geval, dan mensen die kunnen kopen. En dan zijn er eigenlijk gelijkschakelingen van huren en kopen, dat is alleen twee smaken dan, dat kun je begrijpen. Dus gelijkschakeling huren en kopen, er zijn twee opties. Of we gaan zowel kopen als huren in box 3 doen. Eigenlijk zoals we dat nu doen met de villa's. Ofwel, we gaan zowel kopen als huren uit box 3 halen. Behalve de villa's, dan zit dat nu toch al in, dus laat dat nou maar zo zitten. Ik denk dat die jaloezie aspect van de villa-belasting, dat wel zal winnen. En die eerste optie, die is eigenlijk vooral bepleit door mensen als Bas Jacobs. Die willen een vermogensbelasting invoeren op basis van werkelijk rendement. Mijn goede collega Bas Jacobs. Vermogensbelasting op werkelijk rendement. En dat geldt eigenlijk in hun visie ook voor de woningmarkt. En dat gaat dan inclusief de waardestijging van de woning. Ja, dan is de gedachte dat op het moment dat je een woning verkoopt, of in ieder geval als je een woning aan het eind van je leven verkoopt of vererft, dat je dan over de waardestijging waarvan je hebt geprofiteerd, moet je dan belasting betalen. Dat soort systemen functioneren, voor zover ik dat kan overzien, eigenlijk tot de redelijke tevredenheid in Zwitserland en Frankrijk, het bestaat. Die systemen zijn wel gecompliceerd. Je moet over allerlei complicaties nadenken om de meest obvious complicatie te bedenken. Stel dat ik een woning heb in Amsterdam. En ik heb die verkocht voor een ton, 20 jaar geleden. Dan is die woning inmiddels 4 ton waard, mogelijk. Als ik dan inkomstenbelasting of rendementsheffing, vermogensrendementsheffing moet gaan betalen over die resterende 3 ton, ja, dan moet ik uit mijn woning. En ik weet zeker dat daar geen politieke draagvlak voor is. Dus je moet daar allerlei trucs voor bedenken. Nou, dat hebben ze in Zwitserland en Frankrijk gedaan door te zeggen dat je pas hoeft af te rekenen op het moment dat je vererft. Nou, er zijn allemaal dat soort complicaties, dat is heel ingewikkeld. En wat dat betreft is dus mijn lichte ergernis over de uitspraak van de Hoge Raad. Die hebben gezegd, nou, dat kun je zo invoeren. Nou, dat kun je helemaal niet zo invoeren. Dat is een enorm uitvoeringsprobleem en het feit dat daar nu zoveel tijdsdruk op geschreven wordt, lijkt mij onverstandig. En het maakt wonen duurder. Dat is eigenlijk wat economen nog niet zo bijvullen. Er zijn veel economen die voorstander zijn van het belasten van werkelijk rendement. Ik denk dat ook veel voor te zeggen is, ook bij woningen. Maar het maakt wonen duurder, want als je belasting gaat heffen over het rendement op woningen, ja, alle belastingheffing maakt wonen duurder. Nee, dat is niet waar, want als je woningen belast, dan zullen mensen minder voor die woning betalen. Dat klopt. Woningprijzen zullen dalen. Ja, als jij, je kunt je minder veroorloven als je straks niet alleen hypotheekrente moet betalen, maar ook vermogensrendementsheffing over je eigen woning. Een veel hogere vermogensrendement zijn, zeg maar 5 keer zo hoog. Maar dat maakt uiteindelijk wonen duurder, want dan geldt weer dat top-and-skew-argument. Als de woningprijzen dalen, zal er minder nieuw gebouwd worden. En uiteindelijk betekent dan dat, ja, vraag en aanbod, minder aanbod, gaan de prijzen omhoog. Dus dat is het mechanisme waardoor vermogensrendementsheffing feitelijk zal leiden op langere termijn tot duurdere woningen, niet goedkopere woningen. En ik denk dat wij als discipline toch een beetje tekort zijn geschoten om dat goed aan beleidsmakers duidelijk te maken. Ja, dan kom ik bij een vooruitblik. Dus dit is wat ik denk dat... Mag ik eerst nog even een vraag stellen, Koen? Een vraag in de chat nog over de zelfbewoningsplicht en dat eigenlijk inderdaad vanuit economisch perspectief niet slim is en dat goed onderbouwd is. Maar daar dan toch nog een extra vraag bij. De leefbaarheid van een buurt, wijk of straat is meestal meer gebaat bij kopers of zelfbewoners dan bij korte termijn huurders. Dus vanuit economische theorie zou je dan wellicht kunnen spreken over een externality. Zodra er veel korte termijn huurders in een bepaalde straat of wijk wonen. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld in Londen heel duidelijk, hè, met het straatbeeld van sommige straten. En hoe kijkt u daar tegenaan? Zouden die externalities niet misschien groter kunnen zijn dan de baten van een goed functionerend vrije huursegment? Ja, dit is een hele moeilijke vraag. Dat is een hele goede vraag. Want het is absoluut waar. En dus die,
ik weet niet, de Volkskrant publicatie die ik eerder vaaglijk naar verwees. Dat scheen in de Volkskrant een verhaal over een buurt ergens, zeg maar, bij de Posjesweg voor de Amsterdammers. Waar we hadden een vrolijke buurt. Mensen 30 jaar woonden, zal ik maar zeggen. En nu was er een rijtje huizen verkocht aan een buitenlandse belegger. En die deelde die woning op en die verhoogde de huur, want die verhuisde dus van het impact segment naar het expat segment, zal ik maar zeggen. Dus ja, dan gaan de huren fors omhoog. Die mensen die al 30 jaar wonen betalen natuurlijk ver beneden markthuur, ook een markthuur in het impact segment, die zou inmiddels veel hoger zijn. Dus die zei, ja, wat een oplichter die belegger. Ik kan ik allemaal volgen, die redenering. En bovendien, die mensen die dan daar komen wonen, vaak expats, anders soms worden dan natuurlijk ook huizen opgesplitst en als studentenwoning verkocht. Nou, die zitten er ook niet lang. En studenten zijn niet altijd de meest prettige buren. Laat ik het maar zo formuleren. Dus ik kan helemaal volgen wat hier gezegd wordt. Dat is echt een heel serieus probleem. Tegelijkertijd kunnen we niet zonder zo'n expat-studentensegment. Dat is voor een stad als Amsterdam onvermijdelijk. En hoe je dat precies moet oplossen, weet ik niet. Ergens komen die experts terecht. Daar is geen ontkomen aan. En soms denk ik wel eens dat studenten meer een probleem zijn dan de experts, maar ook de experts hebben zo'n nadenken. Gewoon een sociale structuur van een buurt, die uiteindelijk echt heel goed is voor een buurt, die is in dat expert-studenten segment natuurlijk veel moeilijker te realiseren. Hoe je dat dan precies doet, eerlijk gezegd sta ik daar met mijn mond vol tanden als ik eerlijk ben. Ik zag weer een vraag voorbij komen. Dat... Ja, nee, precies. En ook sluit hier volgens mij heel goed op aan. Want zou er een methode zijn om die externalities te kunnen meten? Dan zou je misschien de expats in de tussen haakjes juiste wijken kunnen zetten. Ja, kijk, externalities, die kun je denk ik redelijk makkelijk meten. Ik zou niet precies een antwoord hebben hoe je het doet. Maar ik denk alleen al... Door gewoon buurten te vergelijken die in andere opzichten theoretisch, laten we zeggen, ruw theoretisch is het vrij makkelijk. Je moet een buurt vergelijken die op alle andere terreinen vergelijkbaar is, maar in het ene geval veel tijdelijke verhuur, in het andere geval geen tijdelijke verhuur. Praktisch is dat empirisch onderzoek nog wel moeilijk, maar ik denk dat je er wel achter kunt komen. Ik denk dat die externe effecten substantieel zijn. Ik bedoel, het wonen in een buurt met een sociale structuur wordt fors voor betaald. Je kunt vast ook wel iets doen om dat te reguleren. En ik denk dat de gemeente Amsterdam dat stiekem ook wel in gedachten heeft. En ik denk dat dat ook eigenlijk wel goed is. Het gevaar is toch altijd dat het een erg insider-outsider wordt. Hebben die buurt in Amsterdam, was in de toren een beetje een groep mensen die tijdelang van de markt afgesloten was. Doordat ze op huurcontracten zaten die jaren geleden waren gesloten. En waar jarenlang de wettelijke huurverhoging was toegepast, die ver onder de marktconforme huurverhoging is. En dan gaan we op een gegeven moment dingen wringen. Hoe je precies die externaliteit hanteerbaar zou moeten maken, en dat is denk ik verschillend voor expats dan voor studenten. Wie weet moet je toch weer naar meer gestructureerde studentenhuisvesting toe, dus gewoon eigenlijk gewoon expliciet voor studenten bouwen. En misschien wel met een campuscontract. Natuurlijk heel populair is gewoon, u mag hier wonen tot u uitgeschreven bent als student. Dat zal niet helemaal de vraag wegnemen, want er zullen ook gewoon mensen zijn die ofwel niet meer ingeschreven staan als student, maar nog wel een soortgelijk leefpatroon hebben. Ofwel mensen die gewoon nooit student zijn, maar wel een soortgelijke kortstondige behoefte hebben om kortstondig ergens te wonen. Expats hebben meestal een vrij riant inkomen, dus dat lost zich in zekere zin wel op. Ik denk dat we in Amsterdam te weinig woningen voor expats zijn. Dus als wij wat meer expatwoningen zouden maken, ik weet ook niet of die buurten daar nou echt heel veel last van hebben. Bij mij in de buurt, ik woon in een concertgebouwbuurt, daar stikt het van de expats. Ik mag van geluk spreken als ik in het Nederlands aangesproken word in een winkel. Hebben we daar nou echt last van? Ik denk het eigenlijk niet. Ik kan deze buurt prima hebben. Dus ik geef helemaal toe dat het een probleem is, iets waar het beleid over na moet denken. Het grote risico is als het beleid erover nadenkt, dat ze dan tenderen naar een soort insider-outsider model, waar die experts weggedreven worden. Want dat is echt niet goed voor Amsterdam. Amsterdam is gewoon een stad die floreert dankzij die ontzettende internationale openheid.
gewoon, Amsterdam heeft gewoon heel veel mensen die hier wonen en werken. In verhuurde internationale bedrijven. En dat maakt dit land zo welvarend. Daar profiteert het hele land van, die belastinginkomsten. Zal ik doorgaan naar de laatste slide? Graag. Vooruitblik. Ik heb nou gezegd wat er voor mij moet gebeuren. Namelijk gelijkschakeling van huren en kopen. En dat kan dan op twee manieren. Ofwel huren ook vrijgesteld van box 3. Ofwel kopen ook in box 3. Of allebei erin of allebei eruit. Mijn argwaan is dat geen van beide gaat gebeuren. Mijn verdenking is eigenlijk dat er niks gaat gebeuren. We hebben mondvol over dat we van alles gaan doen voor de woningmarkt. Maar feitelijk denk ik dat er verdomd weinig gaat gebeuren. Eerst over de eigen woning. Gaat die in box 3? Als je luistert naar de uitspraken van het staatssecretaris Van Rij over de toekomstige fiscale behandeling van de eigen woning. Ook na de Hoge Raad uitspraak over de box 3 heffing. We gaan een belasting op feitelijk rendement uitvoeren. Is Van Rij's statement. Maar niet voor woningen. De eigen woning komt niet in box 3. Dus ik denk ik schat de kans dat de eigen woning in box 3 komt, politiek gesproken nul. Ik denk dat ook de PvdA en GroenLinks en de SP daar niet voor zullen pleiten. Ik heb ze er in ieder geval nog nooit over gehoord. Dus dat gaat niet gebeuren. En dus als die optie afgesloten is, wat ik mij het meest waarschijnlijk lijkt, dan denk ik dat de andere optie in beeld zou moeten komen. Namelijk, maar dan moeten we huur ook vrijstellen van box 3. Heb ik Hugo de Jonge daar ooit over gehoord? Nee, eigenlijk nooit. Hugo de Jonge heeft allemaal plannen. Puntenstelsel. Soms hoor ik wel eens plannen rondgaan over het belasten van huurinkomsten. Soms hoor ik plannen voor zelfbewoningsplicht. Dat is eigenlijk het verminderen van het aantal huurwoningen. Allemaal plannen. Soms wil die via woninginvesteringsfonds huurwoningen stimuleren. Nou, dat is eigenlijk gewoon dat de overheid ervoor betaalt. Dat is een mogelijkheid. Maar een systematisch plan waardoor huren en kopen fiscaal gelijk belast wordt, dat zie ik niet komen. Dat maakt mij wat somber. Ik denk dat we alle dingen gaan doen die soms misschien niet verkeerd gaan, maar heel veel dingen zijn verkeerd. Een puntenstelsel. We weten hoezeer het puntenstelsel de huurmarkt verziekt heeft, tijdlang. Zelfbewoningsplicht, dat is eigenlijk het blokkeren van het omzetten van woningen uit de eigen woningsector naar een huurwoning. Ook al is er een schrijnende behoefte aan. Prins Bernhard kan die woningen voor heel veel geld verhuren. Nou, er is er blijkbaar veel behoefte aan dat soort woningen. En wat zeggen we? Je moet voortaan zelf in je woning wonen. Je mag hem niet meer kopen om te verhuren. Heel belachelijk beleid. Nou, dit soort beleidsvoorstellen. Daar fossieren we op dit moment in. Dus mijn vooruitblik is weinig positief. Ik denk voor beleggers, is misschien goed nieuws, woningen bouwen voor eigen woningbezitters. De markt daarvoor zal goed blijven. Simpelweg omdat de eigen woning niet in box 3 terecht zal komen. Maar bij huren zal het probleem blijven bestaan. Dank u wel. Hartelijk dank voor jouw presentatie. Even checken richting Dorrit. Hebben we alle vragen inmiddels al gesteld aan... Zijn er nog openstaande vragen? Er zijn geen openstaande vragen. Volgens mij kunnen we afsluiten. Ja, we kunnen nog even ruimte geven misschien. 1 minuut om wat vragen te verzamelen. Maar, ik zie wat vragen inmiddels binnenkomen. Ik wilde al zeggen, dan bovenop de dank voor jouw verhaal, Koen, wilde ik al zeggen. En bedankt voor de beantwoording. Er is nog gelegenheid om nog even wat laatste vragen te stellen. Er komen al een aantal binnen, dus daar zullen we dan zo nog even op terugkomen. In de tussentijd wil ik naast Koen ook even de organisatie bedanken die hier vanuit de commissie aan hebben bijgedragen om de dag als vandaag tot stand te laten komen. En in het bijzonder aan Remco, Dorint en Jan Willem. Dorint, jij 2 keer bedankt, ook voor jouw excellente skills als moderator, ook vandaag weer. Ik wil het bestuursbureau van de VBA ook nog bedanken voor het mogelijk maken van de faciliteiten voor vandaag. Dat gezegd hebbende, misschien goed om nog even naar de laatste vragen te gaan voordat ik hem ga afsluiten. Dorrit, aan jou even. Zal ik die gewoon weer oppakken? En jij uiteraard hartelijk dank voor het welkomstwoord en het slotwoord.
Ik heb nog een vraag. De grootste factor met betrekking tot de woningwaarde, stijging zowel daling, is de betaalbaarheid. Het bedrag dat kan worden geleend. Bij hogere rente dan de verwachting dat prijzen dus zullen dalen. Gezien de vraag naar betaalbare woningen en het woningtekort in Nederland, zal een daling van de prijzen dan toch geen effect hebben? Sorry, ik heb even mis het eerste stuk van de vraag. Kun je ik zal hem even herhalen. De grootste factor met betrekking tot de woningwaarde is de betaalbaarheid. Het bedrag dat kan worden geleend. Bij een hogere rente zal de verwachting dan dus zijn dat prijzen zullen dalen. Gezien de vraag naar betaalbare woningen en het woningtekort in Nederland, zal een daling van de prijs dan toch geen effect hebben? Nou, ik denk een hogere rentestand, laten we wel weten. In een woning gaan 3 inputs in. In het produceren van woondiensten, dat moet ik wegzeggen, gaan 3 inputs. Land, grond, 1. 2, bouwen, en die woning moet gebouwd worden, dus de bouwkosten. En 3, kapitaalkosten, want je bouwt hem nu en het wordt pas over de loop van de levensduur van die woning terugverdiend. Dus die hogere rente maakt met name het laatste factor duurder. Dus hoge rente zal woningen duurder maken, niet goedkoper. Woningprijzen zullen dalen voor bestaande woningen. Maar ja, dat betekent dat er komt omdat mensen meer rente moeten betalen om die woningen te kunnen kopen. Dus en de lagere woningprijzen zal niet tot gevolg, kijk, tot in schiel weer, dat het realiseren van nieuwbouwprojecten moeilijker zal gaan. Simpelweg omdat je bouwt op het moment dat grondkosten plus bouwkosten opwegen tegen de woningprijs. Of de woningprijs opweegt tegen de bouwkosten plus de grondkosten. En als dus die woningprijs omlaag gaat, is de kans dat dat het geval is minder groot. En dus zal op tal van terreinen allerlei projecten zullen stilvallen. Als deze situatie zoals het nu lijkt te ontwikkelen, namelijk recessieachtige verschijnselen, dat is nog niet zo, maar de kans dat dat gaat gebeuren is substantieel. Hoge rente, dan zal wonen niet makkelijker worden, meer en duurder. Is dit een goed antwoord op je vraag, Deurnt? Ik denk het wel. Ja. Dan is er nog een vraag. Zou het zo kunnen zijn dat eigen bewoners eigenlijk gewoon veel beter voor hun eigen woning zorgen? En dat het fiscaal bevoordelen van de eigen woning uiteindelijk dan zorgt voor veel mooiere en beter onderhouden woningen? Nou, kijk, ik denk dat hier moet je uit elkaar halen, laten we zeggen, een soort inkomenseffect en ik zou bijna zeggen een substitutie-effect. Ja, ik denk dat eigen woningbezitters beter voor hun huis zorgen. En dus als jij in een straat woont, heb je eigenlijk best wel belaat bij dat er veel eigen woningbezitters zijn. Want jij profiteert van het goede onderhoud van je buren. Ik bedoel, het is veel leuker om in een straat te wonen dan een goed onderhouden woning dan met woningen waar de nodige een likje verder van hebben. Dus dat is inderdaad een effect, een voordeel van kopen, maar tegelijk moet je je realiseren dat er een heel groot segment in Nederland is wat niet kan kopen. Dat is gewoon onvermijdelijk. In iedere samenleving is dat. Het is altijd inkomensongelijkheid. Sommige mensen hebben eigen geld, andere mensen hebben dat niet. En als je geen eigen geld hebt, is kopen eigenlijk een onbegaanbare weg. Wat dat betreft lijkt me vanuit sociaal oogpunt. Of eigenlijk laat ik het zo zeggen, je zit in een soort afweging tussen enerzijds het stimuleren van eigen woningbezit, daar zit best iets in. Maar we zijn er in Nederland een erfver in gegaan. En het probleem is dat juist de partijen die het zwakst zijn, de zwakste schouders, het meest aangewezen zijn op het huursegment. En dat is dus nu een beetje uit het lood. Wij bevoordelen juist het koopsegment. Vanuit dat externaliteit effect is daar misschien best iets voor te zeggen, maar van het inkomensverdeling aspect is daar helemaal niks voor te zeggen. Dan heb ik nog een vraag. En zijn er alternatieve financieringsvormen? En hier wordt een voorbeeld genoemd. Samen met de financierde woning kopen in de loop der jaren. En dan inkopen tot uiteindelijk 100%. Zijn die goed voor de woningmarkt of voor starters? Ja, waar een beetje die kwadratuur van een cirkel voorstellen die ik eerder beschreef. Misschien ben ik dan wat al te negatief. Kijk, we moeten altijd blijven zoeken naar nieuwe financieringsvormen. Maar ik denk we met elkaar
ons goed moeten realiseren dat een woning een riskante investering is. En voor een risico staat een risicopremie. En op het moment dat je zegt, ja, ik wil nu graag huren, maar niet kopen, want ik vind het riskant. Ja, onvermijdelijk krijg je dus ook niet de risicopremie. En tegenover het nemen van risico staat een risicopremie. En als je het risico niet neemt, krijg je geen risicopremie. En die spanning zit iedere keer in die voorstellen. Dus je kunt dat wel geleidelijk aan opbouwen. Dat je je begint met 0% of met 5% bezit. En je gaat langzaam naar 30% bezit of naar 50%. Maar dat betekent ook dat je een tijd lang gewoon minder risico loopt. En dus ook niet de risicopremie ontvangt. Dat is een soort onvermijdelijke zwerende vinger waar je niet mee komt. Ja. Nog een vraag. Hoe kijk je naar de jubelton, aangezien dit ook slecht is voor de gelijkheid? Ja, die dat is eigenlijk, begrijp ik. Ik denk dat de discussie zwaar overrated is. Dat is mijn eerste ding. Ik denk namelijk dat de afschaffing van de jubelton geen bal uitmaakt. Mensen die een ton hebben, of die een ton aan hun kinderen willen geven, die kunnen dat echt wel. Doe je het niet als een gift, dan doe je het als een lening. Die niet op eisbaar is of zoiets dergelijks. Dus ik denk dat er zoveel wegen zijn waarop vermogende ouders hun kinderen kunnen helpen. Dat het afschaffen van de jubelton wat mij betreft iets is wat vooral symboolpolitiek is en minder directe relevantie heeft. Dat is één ding. Een tweede ding wat mij nog wat, laten we zeggen, wat argwanend in maakt. De jubelton is 5 jaar geleden ingevoerd. 7 jaar geleden, ik weet niet precies. Volgens mij 10 jaar geleden, direct na de financiële crisis. Omdat we na de financiële crisis nog les getrokken hadden dat mensen niet al te veel risico moesten lopen bij hun eigen woning. We wilden niet dat mensen hypotheken hadden die 100% waren van hun eigen woning. Mensen moesten niet onder water kunnen komen staan. Daar is in mijn tand veel fanfare in gevoerd. Dat het goed was als mensen met eigen geld konden financieren. En dus gingen bevorderen dat ouders hun kinderen invoeren. En nu wordt hij met evenveel fanfare weer afgevoerd. Ik denk dat er bij de woningmarkt, dat zijn lange termijn investeringen. En het is ontzettend belangrijk om daar lange termijn beleid voor te hebben. En niet op het moment dat de politieke wind uit de ene hoek waait, een jubelton in te voeren. En als die wind wat gedraaid is, zeggen, nou, nee, het is helemaal verkeerd geweest. Dezelfde mensen die ooit met veel gejuich hebben ingevoerd, straks gaffen nu met veel gejuich af. Ik denk niet dat dat een goede ontwikkeling is. Stabiele wetgeving op de woningmarkt is heel belangrijk. Dankjewel, Koen, voor de laatste beantwoording ook. Ik denk dat dat ook een mooie afsluiter is als aanvulling op jouw verhaal eerder. Dus ook dank voor deze beantwoording. Dank ook aan alle toehoorders vandaag en voor de interactie via de chat. Ja, de rest heb ik al bedankt. Dus het rest mij alleen nog om iedereen een fijne dag te wensen. En denk nog eens even goed na als je nog geen...